De volgende. Morgen, meneer. Meneer. Ik kreeg gisteren het telefoontje dat ik even langs moest komen. Er was iets niet in orde, zegden ze. Iets met een nummer of zo. Oh, ja. Daar weet ik van. Ogenblikje. Zo. Uw naam, alsjeblieft. De Preter. Edward. Edward de Preter. Leeftijd? 63. Van april, de 17e. Burgerlijke stand? Hè? Huh? Of u getrouwd bent? Oh, mijn vrouw is vorig jaar gestorven. Van het hart. En... Kinderen? Nee. Dat klopt. Wat klopt er, als ik vragen mag? Vertelt u me eens, meneer de Preter. Welk is uw bidonatienummer? Mijn wat? Uw bidonatienummer. Wat is dat? Het nummer van uw bidonatie. Oh, en moet ik dat weten? Als u het niet van buiten kent, kijk dan even op uw ADS-70. Mijn ADS-70. Het gele formulier dat u onlangs werd toegestuurd. Ik kan me niet herinneren dat... U hebt geen ADS-70? Nee. Tja, dan kent u natuurlijk ook uw bidonatienummer niet. Is dat erg? Wat heet erg? Zonder bidonatienummer valt u natuurlijk buiten de terwaarderegeling. En ook voor de spitsconjunctuurheffing gaat u meer moeten betalen dan gebruikelijk is. Ze plaatsen u dan bij categorie C. En u weet wat dat betekent. Ja. Ik bedoel, nee. Enfin, ik weet niet. Zal ik u eens een goede raad geven? Alsjeblieft, ja. Bezorgt u mij eens een kopietje van uw ADS-70. Maar ik zei net dat ik geen... Tweede verdieping. Kamer 14. Daar kan men u helpen. Oh. Ja, gaat u maar meteen. Ik bel ze op om te zeggen dat u komt. Oh, dat is vriendelijk van u. Tweede verdieping dus. Kamer 14. Juist. Ik... Hier, 14. Kamer 14. Binnen. Ja. Meneer, ik kom u van... U moet meneer de Preter zijn? Ja. Mooi. En u hebt geen ADS-70 ontvangen? Nee. Ja, dat is minder mooi. Wel, uw collega zei dat het voor mijn guidon... Mijn bidon... Uw bidonatienummer. En ja. Dat niet alleen. Er is ook nog de terwaarderegeling. Ja. En de hogere spitsconjunctuurheffing. Precies. En ook de... De categorie C. Ja, u zegt het. Als er één categorie is waar je moet uitblijven, dan is het... De categorie C. Ik zie dat u op de hoogte bent. Ja. En wat moet er nu gebeuren? U moet een klacht indienen. Waar? Bij mij. En duurt het lang? 2 minuten. Nee, voor er wat van komt bedoel ik. 2 maanden. Minstens. Oh. De regel is een half jaar. Maar ik heb klachten die hier al meer dan een jaar liggen. Een jaar? Ja, komt door onze manier van werken. Eerst behandelen we de klachten die ons via de politici bereiken. Dan de klachten die de syndicaten ons doorspelen. Vervolgens de klachten van familieleden, vrienden, kennissen, geburen, clubgenoten van onze collega's. En tenslotte al de anderen. Vandaar. Och, ja. Bij welke groep hoort u? De anderen. Ja, daar was ik al bang voor. Ik moet dus een jaar wachten. Ja. Tenzij...
Tenzij? Tenzij ik de politici trotseer, de syndicaten voor het hoofd stoot en de familieleden, vrienden, kennissen, geburen en clubgenoten van onze collega's een hak zet door uw klacht eerst te behandelen. Zou dat kunnen? Onder voorwaarden. En die is? Moeilijk te omschrijven. De dingen zijn niet altijd wat ze lijken te zijn. Begrijpt u? Nee. Nee, laat ik het dan zo stellen. Er wordt zo vlug over omkoperij gesproken als er toevallig wat geld bij te pas komt. Oh ja, dat. Ja, ja. Het zou bijvoorbeeld toch kunnen dat ik hier zo dadelijk en toevallig een briefje van 1000 vind. Niet waar? Een briefje dat alweer toevallig u hier verloren hebt. Oh ja, ik begrijp u. Ja. En? Akkoord? Tja, 1000. Zomaar. Nee, niet zomaar. Bidonatienummer of geen bidonatienummer, daar gaat het om. Bovendien mocht u niet vergeten dat ik een groot risico loop. Stel dat ze het ontdekken. De politici, de syndicaten en al die anderen. Als u natuurlijk de voorkeur geeft aan categorie C, dan... Nee. Akkoord. Erg verstandig van u, meneer de Preter. Dan haal ik nu even uw dossier. Zo. Zo. Dossier 84-3745 bis A ter naam van de preter Edwardus. Dat klopt? Ja. Zit daarin een formulier 17-18, een aanvraag voor depreciatievergoeding voor de periode 68-73 en... Nee, maar dat noem ik nog eens geluk hebben. Wat is er? Zit hier nog net één kopietje van uw ADS 70 in? Oh. Ja, zo, hier. Dank u. Ja, geef dat beneden maar af. En denk erom geen woord, niet in uw eigen voordeel. Ik zei het daarnet al, ze spreken zo vlug over omkoperij. Ja, natuurlijk. Bedankt, hè. Dag, meneer de Preter. Dag. Meneer de Preter. Ja? Vind ik hier juist een briefje van 1000. Op mijn bureau. Is toch niet van u? Nee. Tja. Dan is het voor de eerlijke vinder, niet waar? Ja, natuurlijk, tuurlijk. Hoe? Bent u nu al terug? Ja. Gewoonlijk duurt het 2 maanden. Of zelfs langer. Dat zei die man boven ook. Maar u kreeg uw ADS 70 meteen. Ja. Hier. Ah. Dat ziet u toch? Ja, dank u. Zeg, mag ik u eens wat vragen? Ze hebben u toch niet op een of andere manier... Wat? Ja... Er wordt beweerd dat ze daarboven niet vies zijn van... Hoe zal ik het zeggen? Ja, niet zo fraaie praktijken. Oh. Ja, ze durven de mensen in ruil voor bewezen diensten... wel eens geld aftroggelen. Nooit veel. Een briefje van 100. 1000. Dat ook, ja. En? Oh, niks van gemerkt. Zeker? Ja, dan is het in orde. Ik zou het vervelend voor u vinden mocht u achteraf in moeilijkheden geraken, ziet u. De wet is streng voor omkopers. Ja, weet ik. Mooi zo. 881. Wat? Uw bidonatienummer. 881. Hier staat het. Op uw ADS 70. Ah, ja. Juist, ja. Zal ik... Nee. Dit kopietje bewaren wij. Dan moeten we u geen tweede keer oproepen als we uw bidonatienummer nodig hebben. Houd dat is vriendelijk.
Is er nog iets? Nee hoor, nee. Dag, meneer de Preter. Dag, meneer. Ja? Zeg eens, 1000 frank. Overdrijf je niet een beetje? Oh, nee. Hij beet onmiddellijk. Ja, 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 ja. Maar als hij zijn mond voorbij praat. Heb je hem dan niet bang gemaakt? Tuurlijk heb ik dat. Maar je weet nooit. Hij kan toch niks bewijzen? Net zoals die 880 anderen. Ja. Wat denk je? Zal ik 882 eens opbellen? Elisa van Dommelen, 57 jaar, ongehuwd, geen kinderen en als de dood voor paparazzen. Als je het mij vraagt, makkelijk te overhalen tot een schenking aan ons allebei. De zoveelste bi-donatie. Hm? In het bidonatienummer van Guy Bernaert hoorde u de stemmen van Hugo Prinsen, Walter Cornelis en Jackie Morel. De techniek was in handen van Walter de Niel, Piet Stengelen en Marc Cuvelier. Eddie Bilkin zorgde voor de geluidsregie en de regie was in handen van Michel de Sutter.